Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik de 2021 voorjaarcollectie van Catrice testen. Ik heb dit ook gedaan met de voorjaarcollectie van Essence. Die video staat al op mijn kanaal, die kun je gaan bekijken nadat je deze video hebt gezien, of course. Ik heb de hele collectie ontvangen in PR, maar ik heb er ook nog wat extra producten gewoon zelf bij gekocht om gewoon wat meer producten te testen vandaag, want hoe meer hoe beter toch? Het is niet alleen maar make-up, maar het is ook een klein beetje skincare. Dat is altijd extra leuk als we een beetje allebei kunnen doen en die heb ik ook getest. En ja, al met al ben ik gewoon echt heel erg benieuwd naar al deze make-up, omdat het allemaal ook weer super betaalbaar is en dat is gewoon altijd amazing. Dus ja, laten we gewoon snel beginnen. Als je deze video leuk vindt, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, mensen, als mijn stem een klein beetje anders klinkt, ik ben echt verkouden. Ik ben gisteravond verkouden geworden. Ik heb ook echt vannacht niet geslapen, dus ik heb echt super slecht geslapen. Geen corona, ik ben gewoon verkouden, dat kan gewoon nog. Dus ja, als ik een beetje anders klink, dan is het dat. En zien jullie nog iets aan mij? Kijk mijn wimpers! Oh my god! Jullie weten, ik heb echt de meest slechte wimpers ever. Super kort en ze staan ook altijd best wel recht. Maar ik heb mijn wimpers laten liften bij Jazz Nails. Ik zal het beneden ook in de beschrijving zetten. En het is echt super mooi. Kijk hoe lang mijn mini wimpertjes zijn geworden. Iemand heeft wel gezegd dat ik nou echt moeite ga krijgen met nep wimpers opplakken. But ja, yeah, we'll see, whatever. Ik vind het in ieder geval echt super, super mooi. Oké, ik ga beginnen met de producten die ik vandaag niet ga gebruiken. Maar ik wil ze alsnog laten zien aan jullie, want dan weet je dat ze er zijn. Ik heb hier 3 nagellakjes. Die gebruik ik niet, want ik heb acrylnagels. Het zijn wel echt hele mooie kleuren. Vooral de kleur hier. Het is een beetje zo rozig groen. Hier heb je een spray-on base coat. Deze kan ik misschien wel gebruiken voor mijn voeten. Ik gebruik altijd een base en een topcoat voor mijn voeten, want die doe ik gewoon zelf. Dus ik denk dat ik deze wel ga gebruiken. En hier een hele mooie nude nagellak. Alles wat ik niet gebruik en wat gewoon nieuw is, gaat in de winactie die eraan komt. Dus deze 2 gaan automatisch in de winactie. En ik heb hier een brow gel. Deze ga ik ook niet gebruiken, want de kleur is te licht. Ik heb de kleur 020 medium. Ik weet niet waarom ik letterlijk altijd te lichte producten krijg voor wenkbrauwen. Want ik gebruik gewoon echt zwart. Dus ja, deze kan ik ook niet gebruiken. Ga ik ook in de winactie doen. Oh mensen, ik heb echt gewoon een beetje hoofdpijn doordat ik zo slecht heb geslapen. Wat de F. Kijk hoe cute dit is. Dit zat er zo bij. Echt super cute. Dan heb ik ook 2 skincare producten. Deze 2 heb ik al gebruikt. Ik heb ze al getest, want dan kon ik vandaag jullie gelijk laten weten wat ik ervan vind. Ik heb hier een nachtmasker. Dit is de Catrice Hydro Overnight Mask. Dit is dus een gezichtsmasker die je in de avond op moet doen en er gewoon de hele nacht mee slapen en dan in de ochtend eraf halen. Deze heb ik 2 keer gebruikt en dit zou je gezicht moeten hydrateren. Nou, dat vind ik altijd heel fijn, want ik heb een best wel droge huid. Maar ik vind hem echt helemaal niks. Ik heb hem dus 2 keer gebruikt. Hij blijft heel erg plakkerig op je gezicht. Hij trekt echt totaal niet in. Ook heb ik absoluut niet het gevoel dat het mijn gezicht hydrateert of ook maar überhaupt iets doet. Dus deze raad ik jullie niet aan. Ik heb hem ook maar 2 keer gebruikt. Daarna ben ik gewoon ermee gestopt. Want ja, het is echt super irritant als je moet gaan slapen met een heel plakkerig gezicht. Dus ja. En het had geen effect in de ochtend. En dan heb ik hier ook een lipmasker. Dit is de Catrice Lip Pyjama Night Mask. En dit is een lipmasker. Deze moet je ook opdoen en dan gewoon de hele nacht oplaten. En dan in de ochtend heb je helemaal zachte, verzorgde lippen. Tenminste, dat is wat hij claimt. En er zit hyaluron gel in en shea butter. Deze heb ik echt al bijna elke nacht opgedaan. En hij is echt amazing. Ik vind hem zo erg fijn. Het is echt een super fijne applicator ook. Heel makkelijk om aan te brengen. Het is een beetje zo licht paarsachtig. En het voelt best wel dik aan. Ik heb hele droge lippen. Dus zulke dingen vind ik altijd heel erg fijn. En jongens, I love it. Je lippen zijn echt in ochtend helemaal zacht. En alle velletjes die los waren, die zijn er ook helemaal zo afgegaan. Die werden helemaal zo zacht. En ik kon ze er toen gewoon zo makkelijk aftrekken. Dus deze raad ik jullie echt allemaal aan. Of je nou droge lippen hebt of niet, als je gewoon je lippen een beetje zacht wilt maken en een beetje wilt verzorgen, deze is echt amazing. Dus echt, I love it. Oké, laten we dan nu gaan beginnen met de make-up. Het is niet genoeg voor echt een full face, maar wel gewoon een aantal producten. Ik ga beginnen met de lipolie. Dit is de Catrice Powerful Glossy Lip Oil. Ik hou echt altijd van lipolie. Die doe ik altijd op. Ik heb er nou ook eentje op. Ik heb nou de NYX Cosmetics lipolie op. Dat doe ik altijd voordat ik mijn video's begin. Dus hier ben ik heel blij mee. Er staat op dat er hyaluron in zit. Almond oil, jojoba oil, avocado oil en coconut oil. Dus een heleboel olieën die hierin zitten. Dit ziet er echt heel erg fijn uit. Ik ga hem gewoon eventjes aanbrengen. En dan kan ik hem gewoon ophouden de hele video lang. Ik heb de kleur 020 Cherry Blossom Glow. Ik weet niet of er nog andere kleuren zijn. Maar dat is tenminste de kleur die ik heb. Super fijn. Deze zie ik maar echt zeker gebruiken voor mijn video's. Plakt ook helemaal niet. Kijk.
fantastisch. Voelt super, super fijn aan. Hele fijne lipolie. Oké, het volgende voor de gezicht. Er zijn niet echt heel veel gezichtsproducten, maar dat is een concealer. Dus ik ga even snel mijn gezicht primen en foundation aanbrengen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ik ga ook de Catrice True Skin Foundation gebruiken in de kleur 039 Warm Olive. Deze is echt super fijn ook. Daar ben ik weer. Foundation zit er helemaal op. Ik heb hier een nieuwe concealer van Catrice. Catrice heeft altijd best wel goede concealers, dus ik ben er best wel enthousiast over. Dit is de Catrice Clean ID High Cover Concealer. Het moet dus een volledige dekking hebben, want dat is wat erop staat. Er staat dat er geen parfum in zit, geen siliconen, geen microplastic, geen particles en dat die gewoon helemaal vegan is. Ik heb de kleur 010 Neutral Scent. Dat hebben ze op zich volgens mij wel goed gegokt. 98% van alle ingrediënten zijn natuurlijk. Nou, dat is helemaal top. Laten we het gewoon gaan proberen. Ik wil altijd dat we mijn concealers goed dekken, dus ik ben benieuwd of je dat echt gaat doen. Dit is de applicator, gewoon een normale kleine concealer applicator. Oeh, hij voelt lekker vloeibaar aan. Nou, ik vind echt totaal niet dat hij echt een volledige dekking heeft. Ik ga gewoon even iets meer aanbrengen om te zien of hij opbouwbaar is. Oké, het is echt geen volledig dekkende concealer. Het is een hele naturel concealer. Hij laat ook een hele mooie glans achter. Zie je de glans over mijn gezicht? Hij is niet mat of zo. Ik hou altijd wel van een glanzende concealer. Dat laat mijn gezicht een beetje stralen en zo. Maar het heeft niet een volledige dekking. Het heeft echt een medium tot lichte dekking. Maar dat maakt hem wel weer ideaal gewoon voor alledaagse dagen. Als je niet te veel make-up op wilt en zo. Dan heb ik hier ook een nieuwe losse poeder. Dit is de Catrice True Skin Mineral Loose Powder. Dit is dus gewoon een losse poeder voor je gezicht van hun True Skin Line. Ik vind hun True Skin Line echt super fijn. De foundation en de concealer zijn echt allebei amazing. Dus ik ben best wel enthousiast over deze losse poeder. Er staat dat er hyaluronic acid in zit. Dus dat betekent dat hij je gezicht een beetje hydrateert. En dat hij gewoon transparant is en mat is. Dus hij maakt je gezicht mat. We krijgen 4,5 gram. Ik heb de kleur 010 Transparent Matte. Oké, laten we gewoon proberen. Ik gebruik echt altijd een losse poeder om mee te baken op alle plekken waar ik concealer doe. Het zou fijn zijn als hij open gaat. Dit is hoe hij eruit ziet zo van binnen. Je kunt hem gewoon zo zeg maar opendraaien. Ik haal altijd heel dit ding er altijd helemaal uit. Ik wil altijd gewoon gelijk ingaan in de poeder. Dus dat ga ik nou ook gewoon doen. Ik gebruik altijd gewoon een schaartje en dan haal ik gewoon zo heel dit ding eruit. Ik begin nou ook te merken dat die concealer een beetje vettig aanvoelt. Ik denk dat als je een vettige huid hebt, je die concealer echt niet fijn gaat vinden. Oké, mensen, het lukt me niet om dit ding eruit te krijgen. Het zit echt helemaal goed vast. Dus ja, ik gebruik gewoon dit ding en dan haal ik gewoon zo een beetje poeder eruit. Het is een beetje een lichtige roze kleur, zie je dat? De poeder voelt echt heel zacht aan. Het voelt ook een beetje alsof het echt maar op de huid blijft liggen. Het trekt niet echt heel goed in, zeg maar. Maar het voelt wel heel licht aan. Het heeft dit hier echt zeker mat gemaakt. Mijn gezicht is nou echt mooi mat. Want die concealer glansde echt superveel. Was echt heel erg vettig. Dus dat zie ik wel echt. Ja, de poeder is op zich wel oké. Hij is echt super dun. Ik denk dat best wel veel mensen dat fijn gaan vinden. Het geeft nul dekking. Dus als je een poeder wilt die een beetje dekking geeft, dat doet hij echt totaal niet. Maar hij heeft het op zich wel gewoon mat gemaakt. Die concealer creased echt ontzettend veel. Echt wel een gezeik deze concealer. Voor de rest heb ik niks voor mijn gezicht. De rest is allemaal voor de ogen en de lippen. Dus ik ga even mijn gezicht afmaken. Contouren, blush, bronzer en dat soort dingen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik ben er weer. Bronzer en alles is helemaal gedaan. Ik heb mijn gezicht weer mat gehouden. Ik heb geen glow aangebracht, want ja, ik ben nou gewoon helemaal into een mat gezicht. Dan gaan we beginnen aan de ogen. Ik had geen oogschaduwpaletje gekregen, dus heb ik er gewoon eentje gekocht bij Boosty Shop. En dat is dit paletje van Catrice. Dit is de Neon Nude Palette. Die is nieuw en die leek mij best wel mooi om vandaag te gebruiken. Kijk ook even deze verpakking, hoe leuk het is. Helemaal zo ombre-achtig, zo van oranje naar roze. En je kunt het paletje er gewoon zo uitschuiven. En dit is dan de inhoud van het paletje. Een mix van matte en glanzende kleuren. Je krijgt ook een grote spiegel. En het zijn vooral neutrale kleuren met een aantal pop van kleuren. Als ik zo naar het paletje kijk, het zijn letterlijk alleen maar neutrale kleuren. En dan heb je letterlijk zo drie felle kleuren. Paars, oranje en roze. Als je die eventjes zo wegbedenkt, is het letterlijk een paletje met alleen maar bruine kleuren. Ik had liever ook wat meer andere soort kleuren gezien. Ik vind dat er echt te veel bruine kleuren zijn. Ik bedoel, van hier zijn gewoon vier verschillende bruine glanzende kleuren. Hebben we echt vier verschillende glanzende bruine kleuren nodig? Nee.
Nou. Dus ja, dat vind ik wel een beetje minder. Het paletje ziet er wel echt heel mooi en tof uit. Ik denk echt dat hij goed gaat werken, maar laat me niet te vroeg oordelen. Maar hij ziet eruit alsof hij echt best wel goed gaat werken. Dus hiermee ga ik vandaag een look maken. Laten we even inzoomen op de ogen. Het is nou echt zo raar om mijn wimpers te kunnen zien. Ik moet er ook echt zo een beetje omheen werken. Ik moet er nog helemaal aan wennen. Vandaag is de eerste keer dat ik me opmaak met mijn gelifte wimpers. Dus ja, het is nog een beetje oefenen voor mij. Het is nog een beetje anders, maar ik vind het echt zo leuk. Ik ga beginnen met de lichte bruine nude kleur hier. Ik ga een beetje voor een soft, neutrale look met een pop van roze. Ik gebruik mijn Zoeva 228 Fluffy Quads. En die kleur breng ik dan gewoon zo aan in mijn hele arcadeboog. Dit was ook niet bepaald een goedkoop paletje of zo. Het was best wel duur voor Catrice. Het is geen duur paletje hoor, maar voor Catrice vond ik het best wel een beetje aan de hoge kant. Dus ik hoop ook dat de kwaliteit dan echt beter is. Dan ga ik in met een iets donkerder bruine matte kleur hier. En die ga ik ook aanbrengen in mijn Catrice om het daar een beetje donkerder te maken. Dan pak ik deze donkerbruine matte kleur. Die ga ik aanbrengen met deze platte fluffy kwast van Boosie Shop UP24. En die kleur breng ik een beetje zo hier aan in de buitenste hoeken om het daar een beetje donkerder te maken. Dan ga ik in met deze bruine glanzende kleur. En die kleur wil ik zo aanbrengen op mijn ooglid. Oeh, die is heftig. Komt veel kleur vanaf. I love it. Nou mensen, dit ging echt top. Zowel de matte kleuren als de glanzende kleuren doen het gewoon helemaal prima eigenlijk. I like it. Nou ga ik de onderste lijn roze maken, de onderste wimperrand. Ik ga even een fel roze lippotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Dit is een lippotloodje van de Primark die ik altijd gebruik voor mijn ogen. En dan ga ik deze roze matte kleur aanbrengen. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. Nou mensen, dit ging helemaal top. De roze kleur is ook echt best wel heftig. Hij is best wel fel. Dat vind ik fijn, want dat is wat ik wou, obvious. Ik vind dat het echt heel goed is gegaan. Dit paletje heeft echt goed gepresteerd. I like it. Dan is het nou tijd voor een eyeliner. Ik heb hier de nieuwe Catrice Micro Tip Graphic Eyeliner. Hij is echt super lang. Kijk even hoe lang dit is. Dit is gewoon een zwart oogpotloodje. Er staat ook op dat hij waterproof is, dus dat is top. Kijk, het is gewoon zo'n kleine pen. Ik snap niet helemaal waarom de verpakking zo extreem lang moet zijn als het gewoon gaat om zo'n kleine pen. I don't know, maar ik ga het gewoon proberen. Ik ga hiermee even een wing maken. Oh mijn god, mensen, mijn wimpers zitten gewoon in de weg. Nou, dit was zo raar. Mijn wimpers zaten echt de hele tijd in de weg. Dat heb ik normaal echt nooit. Hij werkt gewoon goed. Hij is gewoon super zwart. Hij voelt fijn aan. Ik heb er helemaal niks slechts op aan te merken. Alleen de verpakking vind ik een beetje overdreven. Dit had echt niet helemaal gehoeven. Is ook niet handig om mee te nemen in je tas en zo. Maar voor de rest werkt hij prima. Dan heb ik ook twee nieuwe mascara's. En dit maakt mij nou enthousiast omdat ik mijn wimpers heb geleverd. Dus ik ben zo benieuwd hoe ze eruit gaan zien met mascara. Ik heb hier eerst de Catrice Clean ID mascara. Deze geeft volume en definition. En er zit geen microplastic in, particle free, geen parfum en is vegan. En er staat dat hij ideaal is voor mensen met gevoelige ogen. Dit is dan hoe die eruit ziet. Dit ziet er op zich wel veelbelovend uit. Zo'n borsteltje is vaak wel heel erg fijn. En dan heb ik hier ook nog de Catrice Lift Up mascara. Nou, mijn wimpers zijn echt gelift to the max. Dus ik weet niet hoeveel hij nog gaat liften. Er staat dat deze volume en een lift geeft dus. With Lash Lifting Technology. Nou. Oeh, het lijkt een beetje op zo'n rupsje. Oké, nou ik ga deze hier aanbrengen en ik ga deze hier aanbrengen. En dan gaan we kijken welke we het beste vinden. Oké, mensen, dit zijn dan nou mijn wimpers. Hier is dus de Clean ID mascara gebruikt en hier is de Lift Up mascara gebruikt. Zoals je kunt zien is de Clean ID mascara veel meer klonterig. Ze plakken veel meer aan elkaar en zo. Terwijl hier zitten ze gewoon nog mooi uit elkaar en ik heb van allebei gewoon evenveel aangebracht. Dus ik denk dat ik deze Lift mascara mooier vind. Alleen maar omdat hij wat minder klonterig is en wel gewoon alsnog volume geeft. Hij geeft dus ook lift, maar dat kan ik nu dus niet zien omdat mijn wimpers al van hunzelf nou helemaal omhoog zijn gelift. Maar ik vind dus dit effect iets mooier dan deze. De wimpers die ik op ga doen is Fab Lash van mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met Boosie Shop, de beste wimpers ever. En dit is de stijl Fab Lash, de meest heftige stijl. Dus ik denk dat ik die gewoon eventjes ga opdoen. Ik hoop dat het gaat lukken, want mijn wimpers staan echt helemaal omhoog, maar we doen gewoon ons best. Ik kom zo bij jullie terug. Nou mensen, neppe wimpers plakken met gelifte wimpers is inderdaad niet makkelijk. Oh my god, ze staan ook nou helemaal zo omhoog.
Maar ik heb gewoon mijn best gedaan en ja, whatever. Als laatste heb ik nog twee producten voor de lippen. Ik ga beginnen met deze Catrice Extreme Volume Lip Booster. Deze hebben ze al een tijdje, maar deze versie is nieuw. Dit is de versie Spicy Ginger Shot of zoiets. Deze vind ik altijd wel fijn. Ik had altijd de rode versie. Ik ga hem even proberen. Hij ruikt... Oeh, hij ruikt echt naar... Nou, wat is dit? Volgens mij echt naar Spicy Ginger Shot gewoon. Oeh, hij is een beetje zo oranje nude. I like it. Super apart. Oh my god, die geur is echt... Dat heb ik echt nog nooit geroken. I like it. Zie je dit? Het is gewoon een clear gloss met een hele lichte oranje gloed er doorheen. Ik voel ook dat mijn lippen nou een beetje aan het branden zijn. Dat is dus dat lip plumping effect. Ik vind hem wel fijn hoor. En dan als laatste heb ik hier een normale shot van lipstick. Dit is de Catrice Ultimate Stay Waterproof Lip Tint. Hier ben ik heel benieuwd naar. Er staat ook op dat het mask proof is en zo, dat het niet afgeeft. Ik heb de kleur 020 Stay On Over, dus die ga ik eventjes opdoen. Wow, die geur van die gloss is zo heftig. Het is echt een liptint. Het is zo waterig en het moet gewoon nou nog eventjes opdrogen, denk ik. Het is een beetje oranje-ish. Het voelt heel apart aan. Het voelt ook alsof het mijn lippen een beetje verkoelt of zo. Het is nog wel een beetje plakkerig. Ik denk dat het nog een beetje moet drogen of zo. Ik laat het even opdrogen. Een lipstain is echt sowieso altijd maskproof. Die geven altijd nooit af, omdat het gewoon zo intrekt in de lippen, zeg maar. Het zit niet op de lippen. Daardoor geeft het dus helemaal niet af. Ja, ik zie wel dat hij een klein beetje nog afgeeft. Ik moet wel zeggen dat het wel een beetje plakkerig blijft hoor. Oké, ik denk dat het nou helemaal is opgedroogd. Het geeft niet echt af, nee. Oké, dat is op zich wel fijn. Het voelt wel een heel klein beetje droog aan, maar het is oké. Ik ga deze gloss er overheen aanbrengen. Dit vind ik ook echt een hele mooie combo. Nou, dan zijn we klaar jongens. Ik moet zeggen dat het vandaag op zich echt best wel gewoon goed ging. Het ging een tikkie beter dan de Essence video. Ik zal nog even snel vertellen wat ik van alles vind. Dit paletje werkt echt prima. Als dit een paletje is die jou aanspreekt, het is gewoon het bedragje waard. Het is niet super duur, maar ook niet super goedkoop. Het is gewoon een betaalbaar bedrag. Maar ik vind hem echt gewoon goed werken. Alles blende goed mee. De glanzende kleuren waren ook heftig. Ze blenden ook niet weg of zo. De roze kleur is ook lekker heftig. Ik heb geen problemen gehad met dit paletje. Deze gloss vind ik ook heel erg fijn. Let wel echt op die geur. Het is een beetje een heftige kaneelgeur. En als je daar niet van houdt, dan ga je hem echt niet fijn vinden. Voor de rest zijn al deze Lip Extremes echt super, super fijn. Deze Hydrating Night Mask vind ik dus niet fijn. Raad ik niet aan. Deze poeder was oké. Het is gewoon een mooie, lichte, matte poeder. Ideaal voor everyday. Deze lip tint is gewoon wat het is. Het is gewoon een lip tint die je gewoon gewend bent. Niet beter dan anderen, niet slechter dan anderen. Het bracht gewoon een lichte kleur aan. Ideaal voor als je meer naturel wilt zijn. Deze twee mascara's. Ik vind ze op zich allebei fijn. Maar als ik voor een van de twee zou moeten gaan, zou ik gaan voor deze push-up lift. Deze vind ik best wel fijn. I like it. Dan deze concealer. Ik denk dat deze concealer het enige vandaag is dat ik echt helemaal niks vind. Ik raad hem echt absoluut niet aan. Hij heeft echt bijna geen dekking. Hij is heel erg vettig op de huid. Hij creased ook heel erg veel. Nee, ik vind hem echt niet mooi. Deze raad ik niet aan. Ik zal dan gewoon een True Skin concealer gebruiken. Deze lip balm is echt ideaal. Of lip balm, lip masker. Voor 's nachts echt fantastisch. Deze raad ik zeker aan. Ik gebruik hem echt al elke nacht. Deze vind ik ook fijn. Hij is wel echt super groot, maar hij is wel heel erg fijn. En dan deze lipolie ook echt fantastisch. Ik hou van een goede lipolie en dat is deze zeker. Dus deze gaat zeker hier bij mijn stash. Nou, wat vonden jullie van de producten, van de video, van de make-up look? Laat het me weten beneden in de reacties. Ik ben altijd heel erg benieuwd naar jullie mening. Als je al iets hebt van deze producten of andere, laat ons dan ook eventjes beneden weten wat jij van alle producten vindt. Maar al met al ging het vandaag toch best wel gewoon goed. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!